We hebben hier vanavond ons eerste 16-plus feest, de genaamd Tienertukkers. We hebben deze mooie tent tijdens de kerstperiode voor onze deur staan. En aan de hand daarvan een vulling hebben in het programma. En aangezien er nog geen platform is voor een 16-plus feest, dachten we misschien een goed idee om dit om dat vanavond hier te organiseren. En we hebben 2 weken geleden ook een afterparty van Bonhoeffer gehad met 16-jarigen. Dat was blijkbaar heel goed bevallen. En vandaag is het gewoon 16-plus en we schenken geen alcohol, er is EHBO aanwezig. Dus er kan ook alcohol geschonken worden bij ons. Dus in dat opzicht ben je ook gewoon als 16-jarige kan je ook echt niet drinken. Ja, we hebben gewoon beveiligers aan de deur staan. Dus als we buiten te dronken zijn, dan wordt gewoon toegang geweigerd. En voor de rest schenken wij gewoon geen sterke drank. Dus iedereen die binnen is, ook al ben je 21, 23, 24, we schenken aan niemand drank. 16-plus kan bijna nooit stappen. En het is natuurlijk ook voor ons toekomstige publiek. Of het 1, 2 jaartjes zijn ze ook om 18 en willen ze natuurlijk ook de stad in. Het is wel lastig geweest qua promotie natuurlijk, omdat 16-plus niet de doelgroep is. Dus het is wel lastig voor ons om te promoten. Maar we hebben vooral gebruik gemaakt van flyers, posts ophangen binnen Espers. Verwachtingen vanavond? Ja, druk. Eerste keer wel een beetje gezonde spanning, kijken hoe het gaat. Het is natuurlijk de eerste keer dat we zoiets doen. Normaal gesproken is het altijd automatisch piloten, stap af en draaien, maar het is toch wel een beetje anders. Dus, maar goed, dat houdt je werk leuk.